Studenten van de studierichting Geschiedenis van de faculteit Humaniora van de Antonie Comte Universiteit hebben zaterdag een bezoek gebracht aan Jodensavanne. Deze nationale erfgoedsite maakt zich al 10 jaar op om toegelaten te worden tot de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Secretaris Stefan Fokkee van de Stichting Jodensavanne zegt dat het gaat om de nieuwe studenten die voor het vak erfgoedstudies de excursie moesten maken. Binnen dat vak worden de minors archeologie, archivistiek en geschiedenis, erfgoed en toerisme gedoseerd. Ze hebben informatiegeschiedenis over Jodensavanne zijn ze te weten gekomen. Ze hebben meegeholpen aan het graven van 2 testputten om eigenlijk even te proeven aan wat archeologische opgravingen dus inhoudt. En om eigenlijk in de verdere loop van hun studie te bepalen van welke richting ze op zullen gaan. Of het nou archeologie is, archivistiek of geschiedenis, erfgoed en toerisme. Waarom is het belangrijk om hier in Jodensavanne die 3 minors tot uiting te brengen? Omdat hier op Jodensavanne eigenlijk bij uitstek een geschikte plek is waar eigenlijk de 3 minors bij elkaar komen. Je kan geen archeologisch onderzoek doen zonder ook eerst archiefonderzoek te hebben gedaan. En het heeft allemaal met geschiedenis te maken. Maar wat is het belang van Jodensavanne dan? Jodensavanne is eigenlijk nationaal erfgoed. Het is niet alleen Joods erfgoed, maar het is ook erfgoed van de inheemse, van de nazaten van de Marons. En de Joden hebben een hele belangrijke impact gehad aan het begin van de kolonie. En die impact is er vandaag aan de dag nog steeds merkbaar. Voor Fokkee is de grootste uitdaging van Jodensavanne het onderhoud en de conservering van de restanten. De stichting hoopt Jodensavanne voor 1 februari 2022 voor te dragen voor plaatsing op de werelderfgoedlijst. Het conceptnominatiedossier is af en is recentelijk naar de UNESCO opgestuurd voor commentaar. De stichting is nu bezig aan de commentaren van de UNESCO te werken, waarna minister Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het document officieel zal aanbieden aan de UNESCO. Suriname komt dan in 2023 te weten als de toevoeging aan de werelderfgoedlijst is goedgekeurd door de UNESCO. Deze nieuwe status zal niet alleen voor Jodensavanne, maar voor Suriname in het algemeen vele voordelen met zich meebrengen.